Vandaag is de eerste fietsentour door Nikeri georganiseerd in het kader van de samenwerking tussen Residents in Nikeri en de organisatie Fietsen in Suriname. Volgens de beheerder van Residents in Nikeri, Albert Trustful, moest deze activiteit een regulier karakter krijgen en hij lichtte de media in. De bedoeling is dat deze samenwerking uitmondt in een fietsentour, in fietsentours die we regulier willen gaan organiseren. Samen met Fietsen in Suriname. Verder is het ook een eerste aanzet om te komen tot het meer bewegen van dus de mensen. Dat men meer leert bewegen. We gaan sowieso, de bedoeling is 2 keer per week een tour te organiseren. Niet alleen voor onze lokale mensen, maar ook voor de gasten. Voor gasten die dus wel meer willen zien van Nikeri, zowel zij de oostelijke of de westelijke polders. Het zou makkelijk zijn om te zeggen als de mensen komen, pakken ze zo een busje of een taxi en ze gaan Nikeri verkennen. Waarom de fiets? De fiets is gezonder. Met de fiets ben je in beweging en je draagt bij aan een schoon milieu. En je kan ook nader kennis maken met de Nikeriaanse natuur en ook de cultuur. Wat zit er in voor residentie? Willen de residents het ook hier aan gaan verdienen? Nou, het is voor residents in een toevoeging aan het regulier product dat we bieden aan onze gasten. Naast logie en voeding bieden we namelijk nu ook een fietsentour. Kunnen we ook een fietsentour aan de mensen bieden. De fietsentour van vandaag die gaat dus door Nieuw-Nikeri. We gaan een aantal monumenten dwars door Nikeri, Nieuw-Nikeri en we gaan richting Fietsen in Suriname bij CZN. Waarbij de mensen nader kennis kunnen maken met het bedrijf Fietsen in Suriname. En van daaruit fietsen we terug naar Residence Inn.